Met de presentatie van gedichten, spoken word en drama vond afgelopen vrijdag de lancering plaats van Opportunity Knowledge and Empowerment OK. Een social enterprise die coaching en begeleidende diensten verleent aan individuen en groepen. OK staat onder leiding van de studenten, entrepreneur en woordkunstenaar Obed Kanapé. Wat we hebben voor de samenleving is coaching en begeleiding aan individuen en ook aan groepen. Onze doelgroep is meer jongeren at-risk youth, tussen 10 en 25 jaar. Maar daarnaast kunnen ook andere mensen gebruik maken van onze diensten. Wat we nog meer hebben is dat we culturele en educatieve evenementen organiseren, waarbij we mensen die ervaringsdeskundigen zijn of kennis dragen, uitnodigen om op ons podium een inleiding te houden of te delen met andere mensen wat zij hebben ervaren. Want steeds wat wij willen dat mensen meenemen van onze evenementen is het belang van doelbewuste verandering, het belang van vertrouwen in eigen kunnen, doorzetten, samenwerken en vooral wat wij noemen bereid zijn te veranderen en persoonlijke ontwikkeling, bereid zijn te investeren in jezelf. Dat is wat OK doet en wij zijn gestoeld op de filosofie van kennis is vrijheid en bevrijding. Knowledge is freedom and liberation. Wanneer je kennis hebt, kan je overal jouw eigen weg of kansen creëren voor jezelf. Of niet, misschien niet voor jezelf, ook misschien voor andere mensen. Obed Kanapé, de initiatiefnemer van OK. Het staat voor Opportunity, Knowledge and Empowerment. Tijdens de lancering heeft ook de publicatie van de eerste Living Words album plaats gehad. Het is een gedichtenbundend CD van 15 trainees uit de workshop Living Words die op 23 juli jongstleden is gehouden. Wij brengen u een fragment van de presentaties tijdens de lancering van OK. Zonder een vader of een moeder. Wauw, soep, zonder mama, even dada, vasa tam. Wanda da, na man, di poeti, taki, ay go suku a Pakistan. Assalto, ai uma gotada, o sono foi pequeno. Ai tem que falar que o outro, anda bocoide, e que é de mão, o alço. Hoe komt het, het dip de baas tussen onze samenleving? Vraag je dat zelf af? Waarom voeden we onze kinderen op, onze meisjes, die diploma de eerste man? En onze jongens, laat geen enkele vrouw op je hoofd staan. Een mama die zegt, ga naar je vader, in plaats van, ga naar papa. Vraag jezelf nog steeds af. Als meisjes worden beschermd, en jongens worden vrijgelaten. Een fragment uit de verschillende presentaties tijdens de lancering van Opportunity, Knowledge and Empowerment, OK, in de congreszaal.